Ik ben Joske Le Conté en ja, ik ben de baancoach van Kimberly. Dus ik ben de hele winter op pad met Kimberly. En ja, we gaan alle banen af, alle World Cup wedstrijden. We kennen elkaar natuurlijk al heel lang inmiddels. We hebben een aantal jaar samen gesleed in de Wereldbeker. En sinds vorig jaar is ze dan echt mijn coach. En dat gaat gewoon super. Het is een individuele sport, maar ik heb een heel mooi team om me heen. Dus Joske die is de baancoach en daar kijken we dus video mee van het slee zelf. We zijn met de lijnen bezig en ja, kijken waar het nog sneller kan. Waar we nog wat meer snelheid uit de bocht mee kunnen nemen naar de volgende bocht. We gaan in de baan lopen voordat de eerste training is. Dan gaan we eigenlijk alle bochten bekijken van hoe ligt het ijs erbij. In de hoofd hebben we natuurlijk de lijnen, de standaard lijnen. En dan gaan we kijken van moet er nog iets worden bijgestuurd aan de hand van hoe het ijs er nu bij ligt. Ja, soms zitten wat meer ijs op, soms wat minder en dat kan invloed hebben op hoe je moet sturen. Kijk, ik merk vooral het verschil met het pak. Het zit gewoon anders en dat heeft zowel met het starten als met het sturen gewoon een positief effect op het moment. Dus dat is heel fijn. Het is het gevoel wat ik vorig jaar op de slee had, dat kon ik nu gewoon meenemen en dat is gewoon heel fijn. Ja, de baan voelt wel goed. Hij was lekker snel vandaag. We hadden natuurlijk prachtig weer, wat heel erg ongebruikelijk is in Winterberg. En op zich, het is weer even wennen. Het is andere banen vorige week, andere karakteristieken. Dus het is echt er eventjes de rust terugvinden wat dat betreft. Dat lukt wel aardig. Aan het eind van de training ging het wel oké. Up until this stage, the fastest woman ever down this track, Kimberly Bos, wearing the yellow vest of the World Cup points leader, leading after the first heat and pulled out just enough with another crushing track record to take not just victory here in the fastest ever race in Winterberg, but her first ever World Cup gold medal. An astonishing performance, destroying the opposition in both heats. Kimberly Bos claims victory for the first time, and she continues to lead the World Cup standings at the midpoint of the season. De World Cup wedstrijden, die zijn gewoon belangrijk om te doen, omdat de ranking die is van invloed op je startnummer op de spelen. Ja, dus moeten ze gewoon allemaal doen. Dus dat zal tot half januari zijn en dan. Dan ben ik eventjes thuis om te kleden en mijn andere kleren op te halen en dan gaan we naar China. De Olympische Spelen medaille is natuurlijk gewoon ongelooflijk moeilijk, want iedereen focust zich op die spelen, dus dat is ook het piekmoment voor iedereen. Tot nu toe ben ik nog niet op mijn piek, want dat is nog niet nodig. Want je wil uiteindelijk op die wedstrijd op z'n allen snel zijn. En dat is gewoon wat we daarvoor hebben. En dat moet goed komen.